Ja, en ik sta hier met een echte Nintendo-fan. En het is niet Kees. Ik sta hier met... Farah. Nou, je hoort het. Voor welke game ben je hier gekomen? Naar Mario Kart 7. Dus deel 7 is inmiddels al uit, want ik speel zelf helemaal geen Nintendo-games. Hey, andere delen heb je ook allemaal gespeeld? Ja, eigenlijk bijna elke. Bijna elke. Wat is je favoriete Nintendo-game? Of is het ook Mario Kart? Houd het wel simpel. Nou, ja, het gaat een beetje om de RPG. Ik heb niet echt een favoriet. Ze zijn allemaal goed, hè? Oké, op die manier. En ga je ook de Nintendo U kopen? Wii U? Ga je die halen? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, dat moet eigenlijk wel, hè, dan. Ben je al op de stand geweest? Ja. Ik ook. Ik heb net even gekeken. Ik ga zo meteen Nintendo even interviewen. Lijkt mij super tof. Alleen ik ben zelf geen Nintendo-kenner. Als jij nou zou moeten zeggen van wat vind jij nou tof voor mij? Wat zou ik moeten spelen? Mario Kart en gewoon een goed Mario-spel. Gewoon een 2D Mario-spel. Een 2D Mario-spel? Ja. Bestaat dat, is dat een nieuwe game voor de Nintendo Wii? Wat nu nog uitkomt? Ik ga dat proberen, man. Ja, dat moet je echt doen. Moet je... Holy shit. Heb je mij op Skype? Ja. Vet. Nou, dan gaan we dat samen doen. Oh, nee. Ik heb... Nee, jij hebt me niet op Skype. Nee, ik moet je nog toevoegen. Hij moet mij nog toevoegen. Ja. Dan gaan we dat doen. Dan gaan we zo even Skype uitwisselen. Dan gaan we samen dat even proberen. Beetje lastig op de Wii, maar daar komen we helemaal uit. Hey, dankjewel voor het interviewtje. Ja, man. Ga maar gauw naar de Nintendo stand. Is goed. Later.